17 december 2017, Manege de Ruif. Het hooi wordt weer opgeruimd. Mensen komen van heinde en ver aangereden. Oké, Spooky is gezadeld en klaar om te gaan. Ze staan er weer mooi bij. Zo mooi. Inlopen. En iedereen staat te kijken. Kijk, daar is Spooky. Met Mariah. Aan het inlopen. Tess, misschien is dat voor Tess. Keuren. Zo. Volgende kandidaat. De buitenbak is populair om in te rijden. Wat een controle zeg. Kans nog gaan galopperen. Deur vrij. Oké, en dat is Tess. Tess is lomp, lief en heel sterk. Ja, en braaf. En? Heel sterk. En heel braaf? Ja. En toch lief? Toch lief, maar wat vooral heel lomp. Ben je een beetje opgewarmd, Mariah? Ja, veel plezier. Oké, Spooky ziet er heel mooi opgewarmd uit. Op weg naar de wedstrijd. Oké. Oké, we gaan beginnen, schat. Allee, binnenkomen in arbeidsstap. Allee, overgang arbeidsstraf. BE grote volte en na enkele drafpassen het paard de hals laten strekken. Tussen E en H de teugels op maat maken. C, X, C, grote volte. Tussen F en A, overgang arbeidsstraf. K, X, M, van hand veranderen en enkele passende draf verruimen. Springen.
grote volte. E, B, E, grote volte. Tussen K en A, overgang arbeidsstraf. F, E, van hand veranderen. F, E. Tussen H en C, arbeidsstraf. M, X, K, van hand veranderen. En enkele passende draf verruimen. Stap. Tussen X en G, halt houden en groeten. In vrije stap de rijbaan verlaten. Maar knijtraak. Hoe deed je dit voor de eerste keer? Ik vond het voor de eerste keer niet slecht. Okay. Galopperen, dat was, had hij moeite mee? Galopperen vond ze wat lastig, maar dan kan ze op oefenen. Moet ze een rijbeemlist hebben op de woensdag? Ja. Zo. Hoe vond je het gaan, Marije? Niet per se heel goed, maar wel goed. Je eerste proef, meis, toch? Het ging eigenlijk heel goed, zei die juf. Hoe vond jij het gaan, expert? Ja, ik vond het gewoon heel erg mooi hoe dat ging. Vooral dat paard zo. Oké, ja. Goed. Zo, en nu even rustig uitlopen. Samen met de vriendin. Goed overleg. Goed overleg. Zo, onze ruiter. Die Spooky is wel eigenwijs. Nou. Galopperen vindt ze. Nee hoor, hij is niet eigenwijs. Nee, wat is hij dan? Hij is lief. Hij is de liefste pony. Ja? Het zag er wel heel mooi uit, moet ik zeggen. Maar galopperen vindt ze iets minder. Ja, maar soms heeft ze er geen zin in, soms ook wel. Alleen, ik had geluk, want vaak doet ze het gewoon niet. Oh, ja. Maar bij mij doet ze het altijd. Okay. En leuk om een vriendin te hebben die je helpt. Zo, we zijn klaar. En nu de volgende. Nu gaat Isos op Waldo. Maar dat is de volgende film.